Een jonge dame in het resort La Tour, die heeft vanochtend de schrik van haar leven gehad. En dat is dat haar auto in brand is gestoken. Ze zegt dat ze dat durft te zeggen, dat het niet een motorisch probleem is geweest of iets anders. Maar durft, zegt zij, te zeggen dat dit brandstichting is. De persoon zou haar ex-partner zijn, want de uitlatingen, de dreigementen, de politie van La Tour, die weet er allemaal hierover. En ze geeft eraan dat met haar zaak niet altijd even serieus is genomen. En u ziet het, dit is nou gebeurd en ik hoop dat ze het nu werkelijk serieus nemen. Als deze meneer in staat is om mijn auto in brand te steken, is hij ook in staat andere dingen te doen. Moeder en dochter die vertellen wat zij vanaf vanochtend hebben meegemaakt. Ik ben mevrouw Emmanuelson, Juliana. Ik ben bekend als jullie. Emmanuelson, Michelle. Ja. Kunt u ons vertellen wat er precies aan de hand is? Nee, tegen 3 uur tijd vanmorgen. Ik lag te slapen. Tegen 3 uur tijd ben ik opgestaan om te gaan plassen. En toen zag ik licht. Ik neem aan, mij veronderstel dat er een auto is die voor de deur staat met bright licht aan. En ik ben komen piepen en ik zag die auto onder een in vlammen, die voorhoed. Hè. Toen ben ik opgestaan, ik heb die deur opengemaakt, ik ben mijn dochter gaan roepen, zeg van, je auto staat in brand. En toen zei ze van, mama laat alles zo hoor, ik ben al moe geworden. En ik dacht van, nou, weet je iets? Toen zei ze ja, want ik ben al bedreigd dat die persoon die auto in brand zou steken. Mijn dochter betaalt voor die auto. Het is geen dingen of wat ik heb gezien op een Facebook. Het is een brandstichting. Iemand heeft die auto in brand gestoken. En ik bedoel zeg van, tegen zo'n tijd, mensen slapen en je komt en je steekt die auto in brand zonder een of ander idee. Je weet niet wat je hebt gedaan of wat je mensen hebt gedaan. We hebben kleintjes, die kleintjes moeten naar de pas straks. Hoe gaan we verder? Hoe gaan we verder? Die kinderen, mijn dochter werkt, ze moet op het werk. Met die auto gaat ze op het werk. U geeft aan, uw moeder geeft aan, u wordt bedreigd. Wie is de persoon die u bedreigt? Het gaat eigenlijk om mijn ex-vriend. We hebben een kind, een dochtertje van 1,5 jaar. En het ging steeds om die auto. Vanaf het begin ging het om die auto. Hij wilde die auto hebben en zo. Maar die auto heb ik gekocht. Die auto staat op mijn naam. Maar hij vindt dat het zijn auto is. En hij had het al aangegeven van Mopinayu. Dus in het begin, Mopinayu, mo sorry dat je paiva wagiwan piste, dat mo broming. Dus daarom wist ik dat het door hem kwam. Want eergisteren is hij voorbij geweest. En hij schreeuwde nog van Inawangimi wagita, dus je zou op Samekong. Dus ik had hem die dag, het was tegen 5:30. En ik had hem die dag dan verwacht. Maar hij is niet geweest. Dus vanmorgen, tegen 3 uur tijd, toen mijn moeder me riep, zag ik dat mijn auto in brand staat. Ja, maar heeft u eerder aangifte tegen hem gedaan, tegen al de dreigementen? Jawel, ik heb eerder een aangifte gedaan. We zijn ook beland bij een voor de rechter. Omtrent zijn bedreigingen en zo, want ik had een, hoe dat ding? Geen familierechtelijke zaken, bureau voor huiselijk geweld. En zij hebben ons de toestemming gegeven om naar de rechter te gaan. Het is een rechter te... Voor een beschermingsbevel. Ja, voor een beschermingsbevel. En we moesten voor de rechter verschijnen. We zijn geweest en mijn beschermingsbevel is eigenlijk afgekeurd. Dus ik heb het niet gehad. Daarna heeft hij die auto net hier voor de deur aangereden met een busje.
Ik ben weer aangifte gaan doen. En ja, die heer die die zaak had eigenlijk, is te komen overleden. En daarna is er niets meer van terechtgekomen. Dus ik dacht van, ja, en daarna was hij weer geweest. Omtrent zijn dochter, mijn dochtertje. Hij vindt van, hij wil dat kind zien en dit en dat. Maar hij woont net hier, een paar huizen verder. Ik zeg, je kan dat kind komen zien wanneer je wil. Maar alleen maar om mij te pesten, wanneer hij mij over straat ziet, dan heeft hij altijd iets om te vertellen of om te komen zeggen. Laatst was ik ook bij de bank en hij is helemaal daar geweest. Ik kwam hier naar zijn moeder toe en ik zeg, ik heb nog steeds last van uw zoon. Ze zei me van, ja, oma Sandy Smia Gengwe, hij komt niet hier en zo. Maar elke dag is hij hier bij zijn moeder. Dus ik weet niet wat het is, of zij ook een spelletje speelt met haar zoon of zo. Maar het is een beetje, het is echt lastig geworden. Kijk hoe ver het is gegaan. Kijk hoe ver hij is gegaan. Dus we zijn nu afwachtende, want ik hoor dat de forensische opsporing straks komt. Dus we zijn even wachtende. Ja. En hoe lang speelt dit zich al af? Anderhalf jaar. Anderhalf jaar speelt dit zich al af. Maar u vindt dat de politie wel, de politie van Latour neem ik aan, hè, hier. Ja. Vindt u dat ze wel tactvol zijn omgegaan met uw case? Niet echt hoor, want daarna, dus nadat je aangifte hebt gedaan eigenlijk, hoor je eigenlijk niets meer van ze. Dus ik hoop dat ze wel dit keer het serieus aannemen, want het kan ook zijn dat het iets anders was. Ik woon aan de achterkant van dat huis hier, van het erf. Dus het kan ook zijn dat het iets anders was, of het anders was afgelopen. Dit keer is het mijn auto, wat wordt het dan een andere keer? Dus dat, en hij heeft me ook eerder bedreigd met de dood. Dus al dat soort dingen, al dat soort verklaringen staan al bij de politie van Latour, politieafdeling van Latour. Maar voor zover ik dat weet, is hij aangehouden voor dit feit nu? Nee. Nee, ze zijn nog bezig met het onderzoek. Dus is pas, hè? Is pas gisteravond, dus ze gaan bezig zijn. Maar de vorige aangifte dat we hebben gedaan, is er nog niks gedaan. Ze hebben die man was altijd op vrije voeten. Ze laten die man gewoon precies als er niks aan de hand is. En dan gaat men boos worden, want de pers is hier, hè. Dan gaat men boos worden, de politie gaat boos worden. Maar ze hebben het zover geleid. Want wanneer als je die man had opgepakt en bijvoorbeeld jou een regel had gezet, dan was het iets anders. Die man heeft zelf gezegd dat hij niet bang is voor de politie en nog voor de rechter met een krachttermen. Hier, voor mijn deur. Kan het. Dan waarvoor hebben we een recht. En dat laat me zien dat het inderdaad zo is. Want je hebt die man gewoon gelaten. Je hebt die man gewoon gelaten. Dus die man is inderdaad niet bang voor jullie. En jullie kunnen hem ook niks doen. Dat heeft hij bewezen. Dat heeft hij bewezen. Het is lastig. Het is lastig, want ik kom van het werk en je ontmoet een heleboel nonsens hier op straat. En de buurt staat te kijken. Het is niet prachtig. En ik neem aan, het is niet prettig leven voor u zo. U leeft in een bepaalde vrees. Jawel. Vanaf een jaar, een anderhalf jaar terug, ben ik in een bepaalde een positie terechtgekomen. Want een... Ja, hij bedreigt je, zolang dat hij je ziet, heeft hij wat te zeggen. Hij houdt maar niet op. Het houdt maar niet op. Totdat hij dit heeft gedaan. Dus dan. Ik neem aan dat de brandweer is geweest gisteren. Jawel. Ze zijn geweest. De politie was ook aanwezig. Die auto stond nog in brand. Jawel. En hoorde ik u goed zeggen, u was bezig af te lossen nog? Jawel, ik ben nog bezig af te lassen van mijn auto. Dus nu hoe verder? Als de politie zover is, moet ik denk dat ik een rapport moet krijgen of zo. Dan ga ik daarmee naar een Yokohama. Want mijn auto heb ik bij Yokohama gekocht. Dus wiens auto was het precies? Uw auto of zijn auto? Het is mijn auto. Het is op mijn naam. Ik betaal ervoor. Dus...
Ja, ik hoor wel wat Yokohama gaat zeggen. Of wat voor regelingen we kunnen treffen. En u zegt als moeder, u vindt het niet prettig wat u daarnet aangaf, om onder deze omstandigheden zo... Helemaal niet, ja. Helemaal niet. Ik heb niet zo geleefd. Helemaal niet. En ik kan niet er tegen wanneer ik kleine kinderen mee kom bedreigen of dingen kom zeggen. Ik heb alle respect voor kinderen. Voor iemand anders, voor wie dan ook. Heb ik alle respect. Maar kom me geen dingen zeggen. Bedoelt u? Kom me geen dingen zeggen. Denk niet dat ik een vrouwspersoon ben. Dat ik niet in staat ben dingen te doen. Net als hoe jij dingen kan doen, kan ik ook dingen doen. Maar ik hou rekening met bepaalde dingen.